Ik vond een bar slechte eerste helft. Echt bar slecht. En ook qua spelen voor een overwinning. Ajax speelt met twee vingers in de neus, staat 0-0. Maar daar moet wel veel meer gas geven. Dus ik heb ook bijna de deur eruit getrapt. Maar dat kan niet, want dan doe je Volendam tekort. Dat heb ik wel ingehouden. En we hebben rustig gekozen. Gewoon opportunistisch spelen. Stoppen met dat pielen, want dat werd hem niet. He, we willen het voetbal verbeteren. Maar dan moeten we ook vooruit durven draaien. En dan moeten we vrije mensen zoeken die tussen linies vrij staan. Nou, daar komen we dan niet toe. We sluiten ook niet aan, dus de ruimtes worden groot tussen de linies. Nou, daar hebben we gewoon bewust voor gekozen. Dan maar tweede ballen spelen. Of we lange bal spelen vanuit de tweede bal. En dan zag je ook dat we meer tot de goal van Volendam kwamen. En misschien hadden we hem erin kunnen drukken. He, want dan mag je ook gewoon 0-1 winnen nog. Toch geen echte 100% kansen? Nee, maar ik heb een aantal schotkansen gezien. Maar je zag wel dat we de overhand kregen. Maar dat is ook de eerste helft ook voor mij. LVO, 8 keer door op de rechterkant. En 8 keer voorzet geven, maar wat voor voorzet, hè? Dus er moet wel een bedoeling aangezet. Daar zijn we ook wekelijks mee bezig. Hè? Dus teruggetrokken bal, of eerste paal, of hoge tweede paal. Hè? Dus dat moet goed, maar er moet geen angst in zitten. En hoe de angst erin komt, ik weet het niet. Ik merk verder weinig van druk op de trainingen. Hè? Dat is echt alle machten scherp. En ook voor de wedstrijd is het scherp. Maar als we dan beginnen, dan zie ik, hebben we het ankertje uithangen. En dan spelen we mee op reserve. En dat kan natuurlijk niet. Wat kan je daarmee als trainer? Nou, ik wil onze supporters bedanken voor het duidelijke signaal wat ze gegeven hebben. Ik denk dat we daar moeten we niet zielig over doen. Ik vind het wel mooi wat ze zingen. Hè. Ze willen bloed, zweet en tranen. En dat betekent dat wij alle remmen losgooien als spelers, als staf. Hè, en dat we strijd en passie brengen. Ja, daar komen we een heel eind. Dus niet zeuren nu omdat de supporters even zingen. Nee, prachtig, prachtig. Die steunen ons juist door dit te zeggen. Ik hou daar wel van. En daar gaan we echt mee aan de slag. Hoe kan het eigenlijk dat die boodschap eigenlijk na Kozakke Boys nog niet duidelijk was in deze team? Ja, die was wel duidelijk. De jongens, kijk, in rechtuit zijn in wat er fout gaat en wat we fout doen, is die groep is gewoon keihard naar zichzelf, naar medespelers. Alleen op het veld moet het nog keihard als we spelen, dat moment. En moet niet eerst zo zijn dat we in de rust moeten donderen en de boel op scherp moeten zetten om weer tot een tweede helft te komen. Hè? Vorige week zien tegen FC Utrecht, waar we tegen Kozakke Boys zien, wat we nu zien. Nee, dat moet uit onszelf komen en daar moeten we stap in maken. Want we laten te veel liggen, zonde. Hè? En we hebben nu 6 wedstrijden gespeeld, waarvan 4 uit. En je verliest alle 4 niet uit, maar er zit veel meer in. Hoeveel kleedkamerdeuren moeten er nog sneuvelen en hoeveel duimen moeten er nog in gaten verdwijnen voordat de ploeg dat gaat doen? Ja, maar dat heb ik één keer gezegd, dan moet je niet weer op beginnen. Kijk, dat zijn dingen die gebruik je even als trainer. Hè? En kijk, ik wil zo graag dat die mannetjes, dat die gas geven, dat die durven te voetballen voor die club waar we bij spelen. Dit is een unieke club in Nederland, waar ik mijn hele leven al naar zit te kijken als jongetje uit Friesland. En dan moeten we niet angstig zijn, man. Dit is dat mooiste wat er is. Voor ons zitten vanavond weer 300, man. En als we 2 keer winnen, dan zitten er 400, 500. En dan zit het hele stadion vol. Dus we moeten ermee stoppen. We moeten gas geven met z'n allen. En daar horen wij bij, met z'n allen.